Een koelkast midden in de wijk. Niet omdat er geen plaats was in de keuken, maar omdat het een buurtkoelkast is voor de Eindhovense wijk Stratum. Zodat de buurt het eten wat overblijft kan delen. Simpel voorbeeld, je maakt bijvoorbeeld een stamppot of een pan soep en dat is eigenlijk te veel. Dan belanden die kliekjes heel vaak toch in de prullenbak. Nou, dat vinden we natuurlijk zonde. Deze koelkast stelt mensen in staat om dat in een bakje te doen, hierin te zetten en te delen met de buurtgenoten. Sommige van die mensen kunnen dat heel goed gebruiken en andere mensen die hebben misschien een keer een dagje geen zin om te koken. En dan is er in elk geval geen eten in de prullenbak beland. Hey, asperges. Voelt warm. Weet je, je weet toch dat er mensen zijn die wat minder te besteden hebben. En er zijn natuurlijk al best wel veel initiatieven. Maar ja, ik vind het wel een heel mooi direct initiatief. Waar je ook meteen als buurt zijnde, als buurtbewoner, ja, heel goed mee kan aansluiten. Goed, voor de mensen die in nood zijn en dat hulp nodig hebben, de eten nodig hebben. Dus het, ik vind het een goed idee. Dus. Misschien er zijn mensen die weinig geld hebben en die zijn blij dat ze een keer wat extra's hebben. Of omdat het anders toch weggegooid wordt. Gymstart 040 koopt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een van de vrijwilligers kwam met het idee om door de buurtkoelkast voedselverspilling tegen te gaan. Juist organisaties als de Voedselbank kunnen niks met dit soort kleine restpartijtjes. Dus de To Good To Go apps hebben al gezorgd dat er in de supermarkten en in de detailhandel veel minder verspilling is. En dat is natuurlijk helemaal top. Ik denk dat een initiatief als dit juist die laatste restjes die nog bij mensen in de koelkast blijven zwerven en nog wel hartstikke goed zijn, dat die op deze manier ook in de magen terecht gaan komen. Hè? Als je op zoek bent naar de koelkast, hij is te vinden op het Kalmoesplein.